En die koers zou ik zo willen samenvatten. Een sociale economie. Een fatsoenlijke samenleving. Streng en liefdevol. Maar vooral een Nederland waar iedereen trots op kan zijn. En dat is nodig om op 15 maart een vuist te kunnen maken. Een krachtig geluid van saamhorigheid. Saamhorigheid tegen rechtse politiek. Rechtse economische politiek, zoals van de VVD, die vindt dat je het in je eentje maar moet zien te rooien. Maar ook een progressief en verbindend antwoord op Wilders, die groepen tegenover elkaar zet. En Wilders surft op een golf van angst, speelt mensen uit elkaar. Maar zonder politiek mag nooit, nooit het antwoord zijn. En is nooit de oplossing voor de reële problemen van mensen. Alles in mij verzet zich tegen politiek van verdeeldheid. En politiek gaat om het bieden van een alternatief, van weerwoord. Politiek gaat erover om te voorkomen dat we straks moeten kiezen tussen een economische politiek van rechts, van Mark Rutte, en een politiek van verdeeldheid van Geert Wilders. Daartussen, in plaats daarvan, komt een sterk, een links, een progressief en een sociaal alternatief. En dat gaat de Partij van de Arbeid bieden. Dames en heren, dit is het moment om op te staan. Op te staan voor een andere samenleving. Waar kansen gelijk verdeeld worden. Waar hard werken beloond wordt. En waar we minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren.